Hi vissen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. Deze week is het voor week nummer 25 en dat is van maandag 17 juni tot en met zondag 23 juni. En de kaart is goed om te kijken wat week 23 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof je deze week misschien niet helemaal duidelijk voor jezelf hebt hoe je jezelf moet uiten. Dat is een stukje waar je echt wel wat tegenaan kan lopen. Ik heb het idee dat je heel graag bepaalde dingen wilt zeggen, maar dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk alles gewoon weer terug op je bordje krijgt. Daardoor zou het dus kunnen zijn dat je eigenlijk maar niks zegt en je maar terugtrekt, want je lijkt je daardoor een beetje aangevallen te voelen. Ik zou zeggen, vis, de oplossing daarvoor lijkt te zijn, kijk er ook naar met liefde. Waarom gebeuren die dingen? Waarom voel jij je zo? Waarom voel je je bijvoorbeeld wat aangevallen? Is het ook daadwerkelijk dat je aangevallen wordt? Of kan het misschien zijn dat je voor jezelf wat dingen te onderzoeken hebt? Ik zou hierbij vooral zeggen dat het deze week heel belangrijk is dat je naar je gevoel luistert, dat je naar je dromen kijkt of luistert en dat je naar je intuïtie laat spreken. Vooral het warme stuk, het lichte stuk, dat lijkt het stuk te zijn wat je deze week nodig hebt, omdat er echt wel even wat dingen op je pad gaan komen die misschien bepaalde gevoelens kunnen opwekken die voor jou wat lastig zijn, terwijl het eigenlijk misschien wel niet eens met jou te maken heeft, maar dat het wel een stuk is wat voor jou heel erg gevoelig ligt. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.